In de economie gaat het vaak om financiële variabelen, maar economie draait eigenlijk helemaal niet om geld, maar om relaties. Economisch onderzoek gaat vaak over financiële variabelen, contracten en andere financiële dingen. In dit boekje hebben we met z'n vieren erover nagedacht. Waar gaat het in de economie eigenlijk om? En dan gaat het niet om geld, dan gaat het om relaties. En dat werken we uit op drie manieren. We kijken naar schuld, risico en delen. Bij schuld gaat het wel om geld, maar in wezen gaat het bij schuldcontracten om twee partijen die met elkaar een relatie aangaan. En hoe dat gestructureerd wordt, bepaalt hoe goed het werkt. Bij risico gaat het erom dat we risico moeten blijven durven nemen, ook na de crisis. En risico neem je alleen in relatie tot andere mensen. Bij delen gaat het uiteraard om relaties. De vraag is of de nieuwe deeleconomie, Airbnb en dat soort dingen, of die nieuwe economisch vruchtbare relaties schept. Dus dat zijn de dingen waar we in dit boekje over nadenken. Om wat tegengas te geven, maar alles in de economie draait om geld. Hoe kan het dan om relaties? Nou, alles wordt uitgedrukt in geld. Tenminste, verreweg de meeste dingen worden uitgedrukt in geld. Maar dat is juist een van de mogelijke valkuilen, is dat je een meetmiddel maakt tot een doel. Dus dat is eigenlijk ontaard middel-doeldenken. Dus je moet terug naar wat er achter die financiële variabelen ligt. Achter schuldenhoogte, rente, rendement, aandeelhouderswaarde. Wat ligt daarachter? Wat is eigenlijk het goede leven waar we naar op zoek zijn? Dat is een hele oude vraag. Wat is het goede leven? En eigenlijk denk ik dat economie, politieke economie, daarover zou moeten gaan. Betekent het ook dat we anders naar economie moeten gaan kijken? Of het is meer een andere opvatting over economie? Het is een andere manier van kijken naar de economie, van kijken naar dezelfde dingen. Op mijn eigen gebied bijvoorbeeld, ik heb onderzoek gedaan naar de hoogte van schuld en wat dat voor macro-economische gevolgen heeft. In Nederland hebben we ontzettend veel private schuld, hypotheekschulden met name. Wat doet dat met de economische groei, met de kans op een recessie en dat soort dingen. Waar ik hier naar kijk is, wat ligt daarachter? Waarom is de schuld zo hoog geworden en waarom in het algemeen speelt geld, dat is een vorm van schuld, zo'n belangrijke rol in een heleboel beslissingen waar die misschien 30, 40 jaar geleden niet zo'n grote rol speelde. Ik kan een paar voorbeelden daarvan geven. Het bekendste voorbeeld voor Nederland is dat wat voor huis mensen kopen misschien wel bepaald wordt door de hoogte van de hypotheek die ze kunnen nemen. Nou, dat is nou misschien ontaard middeldoeldenken, want het huis waarin je leeft, dat is een keus die misschien niet bepaald zou moeten worden door hoeveel je kunt lenen van een bank. Andere voorbeelden zijn woningcorporaties. Dat zou moeten gaan over het organiseren van goed en betaalbaar wonen. Het zou niet moeten gaan over het afsluiten van derivaten. En dat kan het hele bedrijfsgebeuren volledig gaan overheersen. Een studiekeuze zou moeten gaan over het ontplooien van je talenten. En niet over het feit of je de studieschuld kunt afbetalen en wat je gaat verdienen daarna. Tenminste niet alleen maar. Nou, op allerlei gebieden is het financiële zo doorgedrongen. Op zo'n manier dat het andere motieven om keuzes te maken overheerst. Heeft dat ook consequenties voor beleid? Dat heeft ook consequenties voor beleid. Het gaat er dan namelijk om, willen wij de hele tijd bezig zijn met geld en geldelijke overwegingen onze beslissingen laten sturen? Of willen we bezig zijn met andere dingen? Bijvoorbeeld, het kan zijn dat je een iets goedkopere hypotheek kunt hebben, maar waardoor je wel veel meer bezig moet zijn met beleggingen of rendementen. Dan kan het beter zijn om een simpeler hypotheek te hebben waar je misschien iets meer voor betaalt, maar waardoor je ruimte in je leven hebt om ook met andere dingen bezig te zijn. Nou, dat is een heel erg simpel voorbeeld. In het algemeen gaat het erom dat economie niet draait om geld, maar dat economie draait om hoe kunnen we met elkaar het goede leven organiseren en wat is het goede leven? Daar is dan een gesprek over nodig. Want dat is waar economie eigenlijk om draait, het goede leven.